Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag best wel een beetje een bijzondere vlog, want vandaag sta ik bij het oude huis van de Koster. Hè. Ze noemen het een beetje, denk ik. Nummer 46, VS 46. Maar kijk eens, hier hangt een Oekraïense vlag. Ja, en ik heb gehoord dat hier niet alleen een Oekraïense vlag hangt, maar dat er nu ook een gezin hierin woont. En ik heb met Tony Dekker afgesproken, want die heeft die Oekraïense mensen in huis gehad. En die heeft er nu voor gezorgd dat die mensen hier nu in dit huis kunnen komen. Dus ik wil het wel eens even aan jullie laten zien. Hallo. Hey Jesse. Hey. Hi. Wacht, ik film mezelf. Dat is niet zo leuk. Jij bent aan het klussen, zie ik. Ja, we zijn druk bezig. Heel goed. Ja, mag ik eens even rondkijken? Ja, kom erin. Hi. Want dan ondertussen kunnen we praten en dan kan je... Ja, de wc die kan dicht. Dit zijn Kira en Kostja. Hallo. Verdien. En dan is hier de keuken. Hier is Nicola. Oh ja. Nicola Mol. Hallo. Druk aan het klussen. Een hele stijve trap. Nou, oh, kijk eens aan. Kijk wat er zo. Ik hoor al een geluid dat er aan het werk is. Ja, de vorige bewoners hebben een fantastisch bed achtergelaten. Oh, dat bed zou ook zo blijven staan. Dus het blijft gewoon staan. Een prachtig mooi bed. Perfect. Ja. Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. De meeste vluchtelingen die leken niet zo. Ik heb de spiegel net opgehangen. Oh ja. Dus zit er mooi in. Die is ook mooi. In ieder geval wat er in de spiegel te zien is dan natuurlijk. Hier komt de kids. En hier komt die jongen. Oh ja. Hij heeft ook al een bureau gekregen. Gewoon een eigen kamer. Ja. Oh, en ja. Dit is dus online school. Want in Oekraïne zijn ze gewoon online. Ze zijn gewoon online bezig nu. Ja, ah, oké. Okay. Dus hij heeft elke dag gewoon zitten hier te werken. Ja, en hier komen nog bellen. En komen hier twee slapen. Ja, precies. Hé, maar als we hier nu toch zo staan, hè? Want jij hebt die mensen dus ook gewoon in huis gehad. Ja. Ja, hoe was dat? Nou, het was best wel intensief. Ja. Maar het was ook wel heel warm. We waren echt met elkaar. We waren gewoon als twee gezinnen gezamenlijk. Ja. En elke avond samen eten en 's ochtends ook samen ontbijten en ook lunchen als ik er was of als we allemaal waren. En het ging eigenlijk heel goed, maar we hebben één groot voordeel dat wij Russisch spreken. Oh, echt waar? We hadden gewoon echt ook echte gesprekken. Ah, je kan ook gewoon echt gewoon normaal communiceren. Ja, Yvette en ik spreken vloeiend Russisch. Dat is voor Joris wat minder, want die spreekt geen woord. Nee, dat is dan wel lastig. Ik vond het ook helemaal niks. Nee, dat snap ik. Dus wat dat betreft is dit een hele goede oplossing. Ja, dat is heel goed. Even bij ons opgevangen worden, even dingen leren, ook registreren bij de gemeente, scholen heb ik zo opgegeven. En dan komen ze hier en dan kunnen ze hun eigen gang gaan. Wat goed zeg. En ze zijn al heel actief, want zij is juristen. En hij is een ondernemer. Dus ze zijn al druk bezig met de community hier. En hoezo heb je het eigenlijk gedaan? Ja, kan je daar wat over zeggen? Nou, wij hebben 12 jaar in Rusland gewoond. En ik heb 12 jaar in Oekraïne gewerkt. En voor mij is het alsof, alsof broers en zussen met elkaar beginnen te vechten. Ja, precies. Dus als je hart dan verscheurd wordt en je ziet dat mensen in nood er zijn... Ja, ik twijfel er niet aan. Nou, we kregen meubilair aangeboden van allerhande mensen. Dus het was echt geweldig. Ja, precies. Ja. En gratis winkelen bij de Bazaar Rommelmarkt. Dus oh, kijk eens aan. Ja. En dus dat ging heel goed. Ze mochten daar gratis veel uitzoeken. Ja, en het was echt winkelen. Het is super gezellig. Heel eerlijk, ik zou hier best wel willen wonen. Ja, echt toch? Ja, ik wou net zeggen. Het is hartstikke ruim natuurlijk. Super gaaf. En dit is ook al blijven staan? Of, ik ben jaloers op die Koster die hier ooit heeft gewoond. Ja, die Koster heeft een leuk optrekje gehad. Dat is goed voor Nou, heel gaaf. Hoe blij zijn jullie eigenlijk met Tony dat hij dit voor jullie heeft geregeld? Ми дуже раді і вдячні за те, що Тоні і Івет Декери підтримали нас в цей складний для нас час, відкрили для нас свій будинок і своє серце. І ми дуже вдячні за те, що нам дали можливість, підтримали нас перебувати в цьому чудовому будинку, в якому є все необхідне для того, щоб жити з дітьми. Наша родина дуже вдячна і щиро радіє, що маємо змогу бути в цьому гарному будинку. Hoe is het om hier nu de school te volgen van Oekraïne? В принципі нічого не змінилося, але стала інша атмосфера та стало якось непривично. Незвично. Те, що стало новим, це що ми працюємо онлайн.
фактично теж, як називається, незвичне. Багато уроків задають, так? Да? Багато навчання. Ja, hoe nu verder, zeg maar? Willen ze zeg maar echt helemaal hier zich thuis gaan voelen? Of wat is het idee voor de toekomst? Росія, вони фашисти. Фашисти, вони вбивають дітей, вбивають людей. Наша головна задача, завдання – це, щоб наші діти були, навчилися, були здорові і жили. І щоб могли потім допомогти нашій країні встати на ноги і відстроїти. Тому от цей час, коли ми проживаємо в Нідерландах, це дуже головний. Вони в спокій. Вони бачать, як люди живуть, вони бачать, чому можна далі намагатися стремитися. І саме головне, це до чого потрібно йти. І як зробити Україну, Голландію, Україну однаковою в розвитку. Тому це дуже головне. І бо вони тут, вони навчають англійську мову, вивчають голландську мову, для того, щоб потім співпрацювати з вашою ж країною. Тому, якщо... Коли ми переможемо, то звісно ми будемо намагатися, якщо буде будинки у нас залишиться, я залишиться все, будемо звісно приїжджати. Якщо розбомблять будинки і їх не залишиться, то будемо дивитися далі. Будемо дивитися далі, але будемо робити все, щоб нашу країну відновити. Ik vond het een heel bijzondere vlog. Mocht je vragen hebben, kan je bij Tony terecht. Mocht je willen helpen op wat voor manier dan ook, kan je bij Tony terecht. En mocht je wat andere dingen willen zeggen, mag het bij mij. vlog@kruiskijknijkerk.nl. En dan zie ik jullie weer bij een volgende vlog. Later. Laten we wat meer naar elkaar omkijken. Voor mij is het alsof, alsof broers en zussen met elkaar beginnen te vechten. Dus als je hart dan verscheurd wordt en je ziet dat mensen in nood er zijn, ja, ik twijfel er niet aan.